Goedendag. Het wordt vandaag opnieuw een zeer warme dag. Maar we moeten ook rekening houden dat er uiteindelijk ook onweer gaat komen. Dag begon in ieder geval prachtig. Mooie zonsopkomst. Hier vrijwel helder. Was niet overal het geval. We zagen toch ook op diverse plaatsen al wat hogere wolkenvelden hangen. Ja, het wordt opnieuw heel erg warm. En ik kan u dat zo duidelijk laten zien met ons computermodel. Laten we eerst maar eens kijken naar de algemene situatie. We zien nog steeds dat een groot deel van Europa te maken heeft met een uitloper van een hoge drukgebied. De lage drukgebieden die bevinden zich op de oceaan, met name ten noordwesten van Groot-Brittannië en Ierland. Geleidelijk aan komt er dus buienactiviteiten op gang. En dat zal in de loop van de avond zijn, komende nacht en morgen. En dan krijgen we in de loop van woensdag steeds meer een westelijke stroming. Hier zien we dat ook. Donderdag en vrijdag is die stroming ook meer westelijk. Uitloper nog steeds van een hoge drukgebied. Vanaf de Azoren helemaal richting Centraal-Europa. En dat zorgt er ook voor dat met die westelijke stroming de temperatuur niet meer zo hoog gaat worden als gisteren en vandaag. Het wordt allemaal wat gematigder en het weerbeeld erbij blijft op zich wel prima hoor, hoewel er op vrijdag met name toch ook nog wel een bui kan gaan vallen. Laten we maar eens in detail naar die temperaturen van vandaag kijken. We zien al wat meer variatie. In de westelijke helft van het land gaat het minder warm worden. In de oostelijke helft van het land gaat het nog wel heel warm worden. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat we weer over de 30 graden gaan in die oostelijke helft, terwijl het aan de kust allemaal wat minder warm is. Vanavond met name al de eerste buien. In de loop van de nacht en morgen overdag, ja, dan komen er meer buien volgens dit model. En de meeste modellen laten dat ook wel zien. En dat betekent ook dat het morgen er toch echt wel een wisselvallige dag gaat worden. De buien die kunnen gepaard gaan lokaal met heel veel water. En er is ook nog kans op hagel. Die eerste buien, wanneer gaan ze nou vallen? Ik denk dat misschien aan het eind van de middag er een enkele bui mogelijk is in de oostelijke regio's, daar waar die temperatuur het hoogst oploopt. Want daar kan het 32, 33 graden worden. Elders lagere temperaturen, aan zee zo rond de 25 graden. En naarmate je meer naar het oosten gaat, gaat die temperatuur dus hoger uitvallen. Er staat een code geel waarschuwing voor de warmte uit. Dat geldt voor de oostelijke provincies. En dat komt omdat er meer vocht in de lucht is en dat het erg benauwd aanvoelt. En daarvoor wordt dan zo'n waarschuwing uitgegeven. Vanavond neemt de kans op die onweersbuien verder toe. Eigenlijk wel een beetje vanuit het oosten, zuidoosten. Temperatuur blijft afhankelijk nog hoog. En het is ook op veel plaatsen gewoon nog heel lang droog. En dan wordt het toch wel weer een mooie zomeravond. Komt dan wel een code geel waarschuwing juist voor de onweersbuien. En ook vannacht is dat het geval. Morgen overdag, ja, dan is het een wisselvallige dag. Dan valt in heel het land wel hier en daar een regen- of onweersbui. Kunnen nog steeds stevige buien zijn. En wat we wel zien gebeuren is dat die wind wat overtuigender al in de westhoek gaat zitten. Temperatuur loopt op naar zo'n 22 tot 24 graden in het westen. In het oosten zou het lokaal nog 25 graden kunnen worden. Donderdag is dan een dag die vrijwel droog verloopt met flinke zonnige periode. 24 graden worden dan. Vrijdag is er weer kans op een enkele bui, maar er is zeker ook ruimte voor de zon. En ook het weekeinde ziet er eigenlijk best wel oké uit met wat gematigdere temperaturen. We komen uit op zo'n 22 of 23 graden. Zoals gezegd, dat komt door die westenwind. Dan is de aanvoer van zeer warme lucht niet mogelijk. Nog een fijne dag.